Mijn naam is Elton Kina, 38 jaar, geboren in Suriname, opgegroeid in Dordrecht en ik woon nu in Rotterdam. En ik ben schrijver, performer, spoken word workshop docent, programmamaker en professioneel levensgenieter met woorden. Vandaag mogen spelen, een voorstelling heb ik gespeeld samen met drie anderen, met Salva, danser, met Dagger the X, producer, muzikant en met mijn vriendin die ook art direction doet. Die verantwoordelijk was voor het decor, hebben we samen een voorstelling gemaakt, een multidisciplinaire voorstelling, spoken word, dans, muziek en alles eromheen. Het heet Ik ben nog nooit op dit punt geweest. Ongemak en bezig zijn wat de wereld van mij vindt, naar experimenteren, waarbij we ook bij een stukje rap komen, een periode in mijn leven. Naar durven zijn en weten wat mijn eigen waarde is, wat ik waard ben. Oeroe betekent letterlijk overal. En er is dus overal op het eiland is er verschillende soorten kunst, kan je beleven. Niet alles is voor iedereen, maar er is voor iedereen wat. Dat, weet je, okay, als de zon schijnt is het helemaal prachtig. Maar niet alleen dat, als het regent dan komen ze ook. Weet je, het gaat altijd door, los van de pandemie dan. Maar het is gewoon een hele waanzinnige plek om te zijn. Het is heel moeilijk uit te leggen. Het is lastig uit te leggen, dat maakt het juist ook zo bijzonder om hier te zijn. Als je er bent, als je het eenmaal hebt ervaren, dan kom je terug. Dat zei Vanoush, zo heb ik het zelf ervaren. Dus heb ik mijn mensen meegenomen en ik weet zeker dat het op die manier ook weer zo doorgaat. Dankjewel.